René, is opluchting het juiste woord? Ja, als je het hebt over nog 3 punten binnenhalen in de blessuretijd met een strafschop. En met een voorafgaande slechte tweede helft, ja, dan ben je zeker opgelucht. Ja, want heel eerlijk, toen die 1-1 viel en ik de tweede helft met dit RKC zag, toen dacht ik, nou Utrecht, wordt wel lastig om hier met 3 punten weg te gaan. Ja, dat klopt. En dat was van onze kant uit zeker slecht om op die manier de tweede helft te spelen. Ik moet ze wel zeggen, de laatste 10 minuten, kwartier, toen vond ik het wel weer anders. Dat we wel wat meer weer op hun helft waren. Kregen we nog 2-3 goede momenten in hun 16 en de penalty natuurlijk. Maar de manier waarop wij het eerste half uur na rust spelen is niet goed. Maar om het niet alleen maar negatief te laten zijn, ik denk dat wij gewoon wel een prima eerste helft spelen. En verdiend op voorsprong komen, niet de 2 en de 3-0 maken, waardoor eigenlijk we een gewone wedstrijd kunnen spelen. En dat mogen we onszelf ook aanrekenen. Maar dat we dan het verschil tussen de eerste en de tweede helft zo groot laten zijn, dat is onacceptabel. Ja, je had het gisteren inderdaad over de energie, de dynamiek, de ruimtes kunnen vinden. Dat gebeurde inderdaad in de eerste helft. Het is iets wat natuurlijk vaker gebeurt in voetbal, maar zo'n verschil tussen de eerste en de tweede helft, ik blijf het toch bijzonder vinden dat dat zo kan. Nou, ik moet zeggen, ik vond vandaag wel behoorlijk groot het verschil tussen de eerste en de tweede helft. Dus dat is niet goed, want wat jij zegt, de dynamiek was weg. Zowel in de druk zetten was de dynamiek weg, waardoor we de duels minder wonnen, de tweede ballen minder wonnen. Aan de bal niet goed waren met onze aannames, met onze kwaliteit van de passes, keuzes van de passes. En daardoor zie je RKC beter in de wedstrijd komen. En ja, die hebben ook de mogelijkheden gehad om de 2-1 ook te maken. En dan zijn we dus een aantal keren goed weggekomen. En nou, wat ik zei, we hebben toch de laatste 10 minuten kwartier hebben we toch nog weer proberen te draaien. En dat is gelukt. Nogmaals 2-3 goede momenten gehad. En met de penalty uiteindelijk nog de wedstrijd kunnen winnen. Ja, je zegt inderdaad al goed wegkomen. Vandaag voor jouw ploeg het geval. Maar het is eerder dit seizoen ook wel vaak het geval geweest. Dat het een andere ploeg tegen Utrecht nogal mee zat. Ja. Mag het in die zin ook wel een keertje zo gaan als vandaag? Ja, dat vind ik wel. Dat mag zeker zo'n keer zijn. Alleen er moet geen regelmaat worden op die manier. Want als je zo blijft spelen zoals de tweede helft, zeg maar. Als dat zo blijft, ja, dan kunnen ook ploegen ons op achterstand zetten. En dat mag ons niet gebeuren. Dus er moet wel nadat vorige week natuurlijk al een hele grote waarschuwing was, moet de tweede helft ook weer een hele grote waarschuwing zijn. Van dat we het langer vol moeten houden. Ja, en Sander van der Streek, hè? Die man, daar kun je altijd wel een beroep op doen. Ja, Sander blijft gelukkig rustig, want dat duurde nog wel even volgens mij voordat de beslissing uiteindelijk genomen werd. En dat deed hij goed. Ja, waarom was hij vandaag zo'n coole kikker, denk jij, op dat moment voor jouw ploeg? Ja, ik denk dat Sander een uitgebalanceerd persoon is. Dat soort mensen kun je over het algemeen op een goede boodschap sturen. En dat bleek gelukkig vandaag. Ja, gewoon even van genieten, deze overwinning door het oog van de naald. Door het oog van de naald. En die zijn ook 3 punten waard en die zijn ook lekker.